Een van die mooiste tekeningen überhaupt is een tekening die een slapende vrouw, een liggende vrouw laat zien. En ik heb vaak de bovenkant van die tekeningen afgedekt om te laten zien wat eigenlijk daar beneden aan losse penseelstreken zijn. En dan zie je eigenlijk een soort van krabbeltje daar, wat eigenlijk lijkt op een Japanse kalligrafie. De bovenkant maakt dan duidelijk dat deze lijnen horen bij de benen, bij de rok van een vrouw die daar slapend ligt. Dat kan alleen maar Rembrandt. En in zijn later werk gaat hij door met dit soort losse stijl, met dit soort ruwe toetsen, die toch zo trefzeker zijn dat alles herkenbaar is. Dat is echt een wonder.